Droogte in het binnenland en de verschijnselen van klimaatverandering in verschillende delen van Suriname zorgen voor nieuwe onzekerheden. Dit zei ambassadeur voor Nederland in Suriname, Walter Oostelbos, een van de inleiders tijdens het vijfde seminar Water en Kwaliteitsserie Suriname in het auditorium van Self-Reliance. Volgens de diplomaat houdt klimaatverandering zowel Nederland als Suriname bezig. De ene keer maken we ons dan zorgen over opdroging van het Schuurmeer en de andere keer vrezen we een damdoorbraak. Maar ook in Nederland staan we voor uitdagingen waarvoor we nog geen passende antwoorden hebben gevonden. En daar komt bij dat onze beide landen ook nog op een kritische locatie liggen, wanneer de zeespiegel echt gaat stijgen. Nederland is na de grote watersnoodramp van 1953, die de provincie Zeeland grotendeels overspoelde en veel levens heeft gekost, sinds die tijd zijn we eigenlijk continu bezig onszelf beter te beschermen tegen een herhaling van een dergelijke ramp. We hebben dijken aangelegd, we hebben duinen verhoogd, we hebben enorme waterkeringen gebouwd in Zeeland en in Rotterdam. En veel mensen weten dat niet, maar in Rotterdam hebben we eigenlijk bijna aan het einde van de waterweg, de toegang tot de zee, hebben we twee joekels van deuren gebouwd die gewoon dicht kunnen als het water te hoog dreigt te worden. Oostelbos vindt dat Suriname ook internationale hulp moet inroepen bij de voorzorg voor klimaatverandering. Meteoroloog Truus Warsodikromo zegt dat het opgeroepen moet worden om water te gebruiken als een instrument voor vrede. Laten we onze aandacht richten op het belang van water voor alle aspecten van het leven in ons land. Water is niet alleen essentieel voor onze gezondheid en welzijn, maar ook voor de ecosystemen waarvan wij afhankelijk zijn. Vandaar dat we ook vanuit het Forum streven naar een wereld waarin alle mensen toegang hebben tot veilig en voldoende water en waar water bijdraagt aan vrede, stabiliteit en welvaart voor iedereen. Tot slot laten we onze krachten bundelen. Dan heb ik het vooral over de verschillende instanties hier in Suriname. NGO's, tribale gemeenschappen, de UN-organisatie, overheidsinstellingen. De ambassades, allemaal die te maken hebben, die toch een link hebben met water. Laten we bundelen om te zorgen voor veilig drinkwater, maar ook het dagelijks gebruik hiervan in alle sectoren. Warsodikromo is voorstander van bundeling om te zorgen dat toekomstige generaties gezond drinkwater kunnen hebben. Het vijfde seminar Water en Kwaliteitsserie Suriname is georganiseerd door belanghebbende Surinaamse organisaties en de Nederlandse ambassade.